KPN Edivisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de KPN Eredivisie Goal Show. Ja, we gaan het weer meemaken, Sebas. We gaan het weer. Ik heb ongeveer geteld 76 doelpunten. 76 doelpunten, dus ja, maak je stoelriemen maar vast, want we gaan gelijk beginnen met de allereerste wedstrijd. We zien het in beeld. Het is Sparta tegen Twente en we zien Eamon in actie. En dan denk je, Eamon, als we hem zien, ja, hij heeft verrassende resultaten ingezet. Maar hetzelfde kan je zeggen over Mika. Dus het is eigenlijk een duel tussen nieuwkomers, debutanten die het gewoon goed doen in de Eredivisie. Dit is Mika 1-0, dit is Mika 2-0. En dan ja, is Eamon het eigenlijk kwijt, maakt hier een gore overtreding. Wordt niet bestraft met rood, maar wel met een penalty. Dus uiteindelijk is het 3-0. Kan je ook vast verklappen. Het is niet de wedstrijd van Eamon, want Mika gaat 4-0 maken. En daarmee lijkt Twente al de eerste 3 punten te pakken. En dan is het hier de 75ste minuut. Dan wordt er hier ook weer een penalty weggegeven. En dan wordt het hier nog 1-0. Totaal wordt het dus 5-0. Ja, en grote uitslag. In ieder geval voor Twente, die doet goede zaken. Mede dankzij Mika, die echt een leuk seizoen heeft. We gaan dan naar RKC tegen Zwolle. En we zien vlugge Jaapie. Maar kijk even naar deze goal. Dit is denk ik de raarste goal van dit seizoen. Want Gio zie je ook kijken. Zo van, ja, na die voorzet heb ik eigenlijk op geen één knop meer gedrukt. Hij komt hier op 1-0 en maakt met Miahem powershot. Ik vind het een heerlijke goal. 2-0. Maar dan is vlugge Jaapie, die dus weer terug is in de Eredivisie voor een paar minuten, die maakt hier de 2-1. Uiteindelijk gaat Gio Bundy met een weer verrassende goal. De 3-1 maakt Miahem echt sterker dan dat ze eruit ziet. Zet Van Dijk gewoon aan de kant. En uiteindelijk nog een verrassende goal van vlugge Jaapie. 3-2. En daarmee kan RKC eventueel nog punten pakken. Ja, dan gaat Dijkies het opnemen tegen Levels. En hier weer een prachtige goal in de korte hoek. Dijkies schiet uit de startblokken 1-0. En dan is het al de 76ste minuut. Hier komt Levy ook nog met een doelpunt. En daardoor wordt het heel erg spannend. Nou, het wordt nog veel spannender. Let even op. Balletje op de borst. Binnen. Het staat dus nu gelijk. Als er nu één van de twee ploegen gescoord wordt, dan heb je hier een winnaar. En de winnaar is uiteindelijk, ja, je ziet het al, Zwolle knalt hem hier binnen. Zwolle wint met 5-4. Zo, ja. 9 doelpunten. Grote uitslag. En je zag die ontlading nog bij Dijk. Die duurde even een paar seconden, maar uiteindelijk een belangrijke overwinning. We gaan dan naar NEC, PSV. En wij zijn al van tevoren, ja, als je NEC tegen PSV ziet, op dit moment in de vorm ook waarin NEC zit de laatste tijd, ja, dan zou je niet zeggen dat PSV zomaar hier overheen gaat lopen. Het is 1-0 voor PSV. Dan wordt het 2-0 voor PSV. En toen dachten we eigenlijk allemaal, ja, dit gaat wel de kans van PSV. Maar kijk, deze kans, dit moment, goede paas van Berat. En hij maakt hem ook schitterend af. En daardoor kan die wedstrijd nog misschien gelijk getrokken worden. Ja, kijk op de klok. Kijk op de klok. Het wordt hier 2-2. En daar blijft het ook bij. De hele wedstrijd 0-0. 1 doelpuntje voor NEC is genoeg voor een punt tegen PSV. Ja, dus dat is ontzettend knap. PSV trouwens met het allereerste puntverlies van dit seizoen door NEC. Dan gaan we snel door naar de volgende kraak. Ja, het gaat snel. Het is 1-0 voor AZ. Belangrijke wedstrijd voor Dani Visser. En dan komt Julian van den Berg nog meer in de problemen. Want kijk hoe hij uitverdedigt. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen op dit niveau. En kijk, Arnijn, 2-0. Dan gaan we kijken naar Talla tegen Chris. De talenten, ja, onder rondje denk ik. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Dit is een hele mooie. 1-0 voor Chris. En vaak doen die twee mannen van AZ eigenlijk dezelfde uitslag neerzetten. En dat doen ze vandaag ook. Kan ik alvast verklappen. Komt hij aan. Hij loopt door de hele verdediging heen. Dani 2-0. Dat betekent Chris ook 2-0. Ja, uiteindelijk gewoon weer AZ die allebei altijd heel goed spelen. Altijd wel een 7,5 ieder. En dan ga je gewoon je wedstrijden altijd winnen. Vorige week 4-0, 4-0. Nu 2-0, 2-0. Dan gaan we door naar Heracles tegen Heerenveen. Dan zou je op voorhand denk ik zeggen, ja, Heracles is toch wel de favoriet. Maar kijk, het is niet Vince die speelt, maar Milan. En Milan had gewoon echt een ontzettend slechte dag. En Bram speelde ook echt wel groot. Komt hier op 1-0. Bram met een schitterend goal maakt hier ook 2-0. Maar het is nog lang en lang niet klaar. Want Bram die dendert door. Het is pas de eerste wedstrijd tussen Heracles en Heerenveen. Maar Bram maakt hier 3-0. En ik kan je verklappen, het blijft zeker niet bij 3-0. Het wordt hier ook nog eens 4-0. Schitterende goal. Mooie balrol en een trivelle langhoek.
Uiteindelijk wordt het slechts 5-0. En dat is ook weer een goede goal. Wordt zelfs nog een penalty gemist door Heerenveen. Maar goed, 5-0 in het eerste duel. Ja, dan mag Dennis het op gaan nemen met een 5-0 voorsprong tegen Colin. En dan weet je, daar kan wel eens circus gaan ontstaan. En hier al heel vroeg in de 5e minuut de eerste goal voor Colin. 5-1. Nou ja, dan denk je, er is nog een lange weg te gaan. Hier een mooie trivella. Hier wordt het dus 5-2 in totaal. 2-0 dus nu voor Colin. En dan wordt het hier in de 55ste minuut ook nog eens, jawel, kijk, 3-0. 5-3 dus overal. En dan denk je, gaat het dan gebeuren? Gaat het dan gebeuren? En nee, het gebeurt niet. Dennis had wat last van delay. Vandaar ook deze reactie. Ik kan helemaal niks, riep hij. Het loopt helemaal vast. Maar gelukkig wint Heerenveen na een 5-0 voorsprong in de eerste pot. Ja, raar moment. Hij scoort, maar hij is helemaal niet blij. Dat zie je eigenlijk niet vaak. Maar hij telde toch ook echt. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is Fortuna tegen Vitesse. Ja, toch wel een heel belangrijk duel voor Vitesse. Want zij kunnen nog periodekampioen worden eventueel. Maar kijk eens. Dit is toch wel een kenmerk van Thierry. Hij heeft gekke wedstrijden, hij heeft gekke momenten in de Eredivisie. De ene wedstrijd wint hij met 5-0, de andere wedstrijd verliest hij met 6-0. Maar hier is hij aan. Maakt hier ook nog schitterend de 2-0. Maar kijk even naar deze goal. Ja, heel eerlijk, je voelt het bijna aankomen. En dan is het Hansen die de 3-0 maakt. Toch wel de Thierry specialiteit, hè, met deze actie. Het is fantastisch om hier naar te kijken. En er staat lef om deze voorsprong vast te houden. Nou ja, dat is aan lef, die kan dat. Hier prikt hij er zelfs nog eentje bij. Wordt het dus 4-0. Maar Milan laat niet over zich heen lopen. Wil ik zeggen. Maar ja, is dit doelpuntje genoeg? Het is 1-1. Dan wordt het ook nog. Wordt het nog een doelpuntje voor Lef. Want Lef is Lef niet als hij zelf ook zijn pot wil winnen. Hier wordt het 2-1 voor Lef. En zelfs, ja, dan gaat natuurlijk Milan druk zetten. En dan weet je, dan komen de gaten. Lef gaat hier ook nog de 3-1 scoren. Daardoor wint dus Fortuna. Ja. Vrij gemakkelijk, kunnen we dat zeggen, Paschi? Ja, eigenlijk wel. Ja. Misschien hadden we dat niet verwacht. Nee, vooral in de eerste wedstrijd, Thierry Terdee. Maar Thierry die heeft altijd de glitches en de gekke manieren van scoren onder de knie. Excelsior tegen Volendam. Hele belangrijke wedstrijd voor Excelsior. Doen het natuurlijk goed in de E-divisie. Maar kunnen zich ook direct plaatsen voor het NK. Dat aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden. Maar dan moet je dit niet doen. Dit is een buitenspelval. Ja, dat doe je één keer in de E-divisie. Misschien een tweede keer, maar daarna doe je het nooit meer. Want dit zijn grote fouten. Ja, Tigo was het helemaal kwijt. Kijk ook hoe hij hier verdedigt. Kijk, ja, hij loopt helemaal naar de cornervlag. 3-0 voor Tobias. En uiteindelijk wordt het nog 3-1. Maar Excelsior zit flink in de problemen. Want ze doen het niet goed op dit moment. Nee, en dat ene doelpuntje kan nog wel eens heel erg belangrijk gaan worden. Als Luc gaat opstaan. En hier is Luc inderdaad al heel snel. Dit is een bizarre pot. Ga ervoor zitten, want de emoties lopen je hoog op. En hier komt ook de 2-0. Ja, schitterende goal. Arnijn legt hem binnen. Dan staat het dus alweer gelijk. Luc fixt, repareert gelijk wat Tigo heeft eigenlijk gedaan. Hij heeft veroorzaakt een achterstand. Dus hij komt zelfs voor. Geloof het of niet, hij komt zelfs voor. En dan dit moment. Pele, hup, om de keeper. Dat betekent dat het weer gelijk staat. Luca komt terug. Want hier zie je het weer. Volendam in balbezit. Davies vliegt er langs. Balrol. Mbappé buitenkant voet. Staat Luca weer voor. Volendam op een voorsprong. En dan dit moment. De reactie van Luca. Hij stort in elkaar. Want het wordt weer gelijk en dan voel je hem misschien ook al wel aankomen. Kijk even de minuten, 92ste minuut. De extra tijd gaat in. Een schot vanuit nergens. We hadden niet verwacht dat hij erin ging, maar Excelsior wint van Volendam. Ja, heel belangrijk. Daardoor gaat Excelsior zich dus plaatsen voor het NK. En doen ze hele goede zaken, ook in de Eredivisie. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is Utrecht tegen Go Ahead. Een van die ploegen die zich ook kan kwalificeren voor het NK is Go Ahead. Want die doen het uitstekend dit seizoen, maar komen ook 1-0 achter. Beetje hetzelfde scenario als Excelsior. Wanneer het moet, laten ze het eigenlijk niet zien. We zien ook Tigo niet spelen, maar het is Fabian. We weten niet waarom Tigo niet speelde. Misschien dat we dat volgende week horen. Maar een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen is hij er dus niet. En ja, je ziet het. 3-0 voor Utrecht in de eerste helft. Een Jantje. Dan moet Fabian het gaan herstellen. Maar dit is een heerlijke goal. Dat moeten we hem wel nageven. Uiteindelijk is het gewoon niet voldoende. En is Tim gewoon echt de betere. Maakt hier met hem zelfs nog 4-1. Ja, en dan gaan we kijken. Hij is back. Abdi is terug van weg geweest. Vorige week was hij er niet bij in verband met privéomstandigheden. En nu komt hij eigenlijk gelijk achter. En dan denk je, Abdi, heeft hij wel FIFA gespeeld? Nou, ik kan jullie vertellen,
Deze man gaat nog wat laten zien deze wedstrijd. Hij komt dus terug van een achterstand. Bouwen begon goed, 1-0 voor. Maar ja, Bouwen die geeft het een beetje weg. Want hier wordt het 2-1 en daar komt hij. De 3-1 komt er ook al aan. Een goede playerlock hier, dat mag ik zeker wel zeggen tegen Abdi. Want deze ja, die heeft hij wel vaker gedaan, dat kan je wel zien. Hier steekt hij ook weer met een playerlock met een hele goede loopactie R9 weg. Dan staat het ondertussen als deze er ook ingeprikt wordt. Jazeker, 1-4. En dat betekent overall dus 2-8. Maar Bouwen, ja, 2-8 klinkt wel heel erg. Dus hij maakt er nog maar even 3-8 van. Goede goal, goede skill moves. En dan... dan krijgen we toch nog een doelpunt aan de kant van FC Utrecht. Abdi wint het duel met R9 heel sterk en dan gaat hij er ook omheen. En dan wint Utrecht 9-3 van Go Ahead. Ja, dus Utrecht doet ook weer hele goede zaken. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd. Almere City tegen Ajax. Ja, het is niet het seizoen van Almere City. Het is wel natuurlijk weer het seizoen van Ajax. Maar ja, Seb zit er gewoon echt niet lekker in. Ik heb hem net nog even gesproken na de wedstrijd. Het is zijn eerste jaar in de Eredivisie. En ja, het is ook moeilijk. Het is lastig. Almere City zit er gewoon niet lekker in. En ja, Seb begint gewoon ook vaak niet goed. Komt hier ook weer ja, op een stordige manier toch weer op 3-0 achter. Had zelf een grote kans om 2-1 te maken. Dat werd op de paal geschoten. Maar ja, het gaat op een gegeven moment dan heel hard. Het wordt hier zelfs 4-0. Dan zitten we pas in de 31ste minuut. Ja. Het is eigenlijk gewoon heel pijnlijk. En je gunt het niemand. Vooral niet iemand die net als nieuw is in de Eredivisie op dit niveau. Maar goed, het is niet het seizoen van Seb. Hij komt hier zelfs op 6-0. Maar ja, er is misschien een klein lichtpuntje. Want dat betekent dat Seb ook iets misschien kan terugdoen. En dat doet hij. Het wordt 6-1. Uiteindelijk wordt het ook nog 6-2. En dan denk je, hey Seb... Misschien kan hij het nog mooier maken voor zijn ploeggenoot. Maar uiteindelijk is het toch Leven die doordrukt. Het wordt 7-2. Uiteindelijk ja, gaat het zelfs nog 8-2 worden in het eerste duel. Dit is een mooie goal. Ja, en dan is het een lastige opgave voor Marijn. Ja, dan mag Marijn weer achter de knoppen zitten. En dan zien we daar Finn zitten. Want jawel, P.H. Jin was vertraagd in het vliegtuig. 8 uur vertraging. Dus die kon niet spelen en... Max die zat op een berg in Oostenrijk, Zwitserland, we weten het niet. In ieder geval de skis onder de voeten, het snowboard. En hier wint Finn in ieder geval de eerste helft met 3-0. De eerste helft, hij gaat lekker rusten met 3-0. Dat gaat heerlijk thee drinken, misschien zelfs wel koffie. Maar de tweede helft gaat het gewoon verder. Een beetje een lelijke goal, zelfs keeper movement goed gedaan. Rebound komt terug, dan is het al 4-0. Kijk even die overall score, 12-2. Er komen nog meer doelpunten erbij. Eentje aan de kant van Almere. En dit is de grootste uitslag ooit dit seizoen. Ja? Ja, met in ieder geval dat doelpuntenverschil inderdaad. Ja, 13, het meeste aantal doelpunten in de wedstrijd. Ja, het is echt gestoord. Ja. In ieder geval, Ajax doet het goed. Staat op dit moment zelfs eerste in de Eredivisie. Ik wil jullie bedanken. Volgende week zijn we weer. Speel 112. Tot dan. Later. KPN Eredivisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.